Nico Heijmans, hoe gaat het nu binnen de SP? Want er gaan stemmen op dat er toch wat spanning is binnen de partij. Je bedoelt binnen de Statenfractie, neem ik aan. Want binnen de partijen zijn geen spanningen. Nee, kijk, we hebben natuurlijk binnen de fractie hebben we vorige keer verdeeld gestemd. En dat laat altijd spanningen na. En dat laat gevoelens van ongenoegen na. Er zijn zaken die uitgepraat moeten worden. Dus als u zegt van, god, er zijn spanningen. Nou ja, goed, ik ga niet zeggen dat alles zo gezellig. Nee, we moeten een aantal zaken serieus bespreken. Dat is ook wat we geconstateerd hebben nadat ik, dat was nog in december, de vertrouwenskwestie heb gesteld, van heb ik nog wel het vertrouwen van jullie. Toen hebben we ook eigenlijk allemaal meteen de conclusie getrokken, ja, maar we moeten nog wel eens erg goed met elkaar doorpraten over hoe we nou omgaan, hè, met als een minderheid iets vindt tegenover een meerderheid en hoe gaan we dat doen. Was dat ook bij het onderwerp van vandaag, de motie over afstand tussen woningen en veebedrijven, was dat ook aan de hand? Nee, dat was er niet aan de hand. Wij hebben dat vandaag ook niet als argument willen gebruiken. Maar als ik u eerlijk zeg wat er aan de hand was, hadden wij eigenlijk bij de vorige Statenvergadering, toen is er ook al over deze motie gestemd, hadden wij eigenlijk in de fractie besloten tegen te stemmen. Alleen doordat er wat verwarring was, omdat er 40 moties waren, hebben we daar een foutje in gemaakt. Er is vandaag hoofdelijk gestemd. Dat wil zeggen dat alle statenleden individueel hun stem hebben uit kunnen brengen. Al mijn fractieleden hebben ingestemd. Degene die er niet was, mevrouw Powell, die heeft zich vanmorgen helaas ziek gemeld, had ook aangegeven in te zullen stemmen. Dus hier was eigenlijk, dit was gewoon een hele goede afspraak van, we hebben echt gezegd, het is, en ik snap wel dat dat voor de buitenwereld misschien vreemd overkomt, maar we hebben bij die afstand tussen stallen en woningen, hebben we gezegd van we moeten echt straks in één keer echt een goed en duidelijk besluit nemen, gebaseerd op criteria van de Gezondheidsraad die onderzoek gaat doen. En misschien wordt het wel 500 meter dat de minimale afstand moet zijn, maar dat gaan we dan ook echt besluiten en dat is dan ook juridisch houdbaar. U noemt één zieke, Ellen Powell, die andere, Ron van Zeeland, noemt u niet? Nee, die had zich een paar dagen geleden al ziek gemeld, waardoor die ook eigenlijk minder betrokken was bij de fractievergadering die we de afgelopen week natuurlijk gehad hebben. Maar hij is niet ziek? Hij is niet ziek, nee. Nee, hij heeft zich wel ziek gemeld. En daar heb ik het mee te doen als een statenlid zich ziek meldt. Ik heb hem gebeld, hij zegt ik kom dinsdag met een verklaring. Oké. Dat is nieuw voor u? Ja. Nee, dat is eerlijk gezegd niet nieuw voor mij. Ron heeft inderdaad aangegeven, nou u, als hij dat tegen u gezegd heeft, dat Ron ermee gaat stoppen. Hij gaat stoppen met statenlid in Brabant. Als u mij zegt hij heeft een verklaring uitgegeven en mij dit zo vraagt, dan kan ik ook niet anders dan zeggen dat hij aan mij heeft aangegeven dat hij ermee gaat stoppen als statenlid. En is dit dan voor u als fractievoorzitter van die partij, schat u dat in als het resultaat van meeregeren en de spanning die dat oplevert? Ik vind dat heel moeilijk om dat nou te zeggen. Want wat ik ermee zou zeggen is dat Ron van Zeeland daar niet tegen zou kunnen. En ik denk zelf, maar Ron moet dat echt zelf verklaren. Ik denk dat het een samengaan is van en gezondheid en spanningen die er op dit moment zijn. En ja, ik respecteer sowieso zijn besluit. Maar verklaren waarom, dat moet hij toch echt, zelf doen. Blijft hij in de Staten, weet u dat? Zover ik weet blijft hij niet in de Staten. Hij gaat uit de fractie en u kunt een nieuw fractielid daarbij betrekken. Ja, dat is juist. En bent u er al mee bezig? Daar heb ik natuurlijk al even naar geïnformeerd van hoe zit dat met de opvolging. Want daar ben je natuurlijk wel op voorbereid. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel.